Bart, we zijn hier vandaag bij de teampresentatie van CST Superior. Ook vandaag is de Road to Rio ingezet voor jullie team. Drie kanshebbers of drie genomineerden die naar Rio gaan. Dan moet jou als teammanager toch wel heel veel goed doen. Ja, Destination Rio 2016. Hè? Road to Rio hadden we vorig jaar. Dit jaar is het Destination Rio 2016. Dus ja, wat het zegt. We willen dit jaar, het einddoel is Rio, niet dat het team daarna ophoudt, absoluut niet. We gaan gewoon door en ik denk ook, we stellen nieuwe doelen naar Tokio ook weer. Maar drie renners, met als doelstelling ook nog eens een keer om een medaille te winnen. Ja, dat is niet niks, maar ik denk wel reëel. Zeker met Jana, heb jij een hele goede kandidaat op een medaille in Rio? Dan moet jou als begeleider van... CQ teammanager van Jana toch heel erg veel goed doen. Ja, natuurlijk. Zij is op een top talent. Ze zal nu ieder jaar beter worden. Ze is nog jong, maar ja, we hebben Grant Ferguson. Dat is ook een talent. Bij de heren, eerste jaar elite heren. Het is natuurlijk een grote overstap. Met Rudy, ja, je weet het nooit. Ik denk iedereen die de spelen haalt, ook wel de ambitie heeft om zo goed mogelijk te presteren. En wie weet, ja. Dat er voor hen ook een verrassing in kan zitten. Ik denk altijd als je er bent, heb je een kans. Maar met Jana is het natuurlijk theoretisch gezien. Als je een keer een medaille wint op een WK, het jaar ervoor. Hoor je bij de favorieten, hoor je bij de kanshebbers. Maar ja, bij mountainbiken zijn er meer. Vorm van de dag, parcours, omstandigheden. Ja, er spelen heel veel dingen mee. Hè. Rudy heeft natuurlijk het parcours al verkend. Biedt hem dat voordelen? Ik denk het wel, zeker mentaal. Ik denk dat het heel belangrijk is eigenlijk om een parcours te verkennen. Dat je al een keer geweest bent, in de winter toch, als je aan het trainen bent, ik noem maar iets, op de roller zit en je kan het nog eens een keer voor je geest halen. Ja, dat soort dingen, ik zou bijna zeggen voor Jana en Grant, de gemiste kans dat ze niet zijn geweest. Maar goed, het heeft ook te maken met de bonden, hè, waar ze mee moeten samenwerken. Maar het heeft zeker voordelen en ik denk, als ik renner was geweest, had ik het wel geweten, maar ik was er zeker naartoe gegaan. Destination Rio 2016 is vandaag voor jullie zo'n beetje van start gegaan tijdens de teampresentatie. En dat is absoluut het grootste doel voor dit seizoen. Ja, we hebben, wat ik zeg, onze doelstelling na Londen hebben we neergezet. Medaille winnen in Rio 2016. Dus dat is dit jaar. En kijk, als je die weg inslaat, moet je niet meer teruggaan. En ik vind, je moet het hoogst haalbare nastreven. En met het team, we staan vierde op de wereldranking, dus we doen het heel goed. Die renners doen het heel goed. Jana die staat derde op de UCI-ranking met de elite dames. Ik denk dat we op de goede weg zijn en ik heb nog meer ambities. En ik denk dat de Olympische Spelen dit jaar moet wel het hoofddoel zijn. Niet dat we die andere renners die het niet halen zullen vergeten of niks meer willen presteren. Maar Olympische Spelen is één keer in de vier jaar. Die kans heb je maar één keer in de vier jaar. Misschien maar een paar keer in je actieve carrière. Maar ik wil maar zeggen, een Brazil ride die in oktober komt, die is ook daarna wel weer belangrijk voor het team.